Nisk is eigenlijk wel alles voor mij, ja. Er bestaat natuurlijk ook mijn leven uit, hè. Er komt natuurlijk, je hebt... We waren blij dat we elkaar gevonden hadden. En dat willen we tot het einde zo vol houden dat we dat beseffen. Daarom betekent ze eigenlijk alles voor mij. Dat je een ongelovige vrouw hebt, is natuurlijk de eenzaamheid waar je in komt te staan. Dat ze je niet meer begrijpen. En dat is heel erg. Ik was bang dat hij lid werd van een secte of zo. De openbaring van Johannes. Ja, dat vond ik heel erg. Ja. Ik heb het voorrecht gehad om de film Voor de Eeuwigheid vooraf te mogen zien. En ik ben daar heel blij mee, want het was een zeer bijzondere film. Het gaat over een man die zich bekeert. En hij is getrouwd en... Ja, het is de vraag hoe reageert zijn vrouw op die bekering van die man, die dit trouwens heel mooi vertelt. Ik moest sterk denken aan mijn eigen roman Knieën op een bed van Violen, waarin de vader zich ook bekeert en de moeder niet meegaat. En dat gezin dreigt uit elkaar te vallen. Ik heb met deze auto eigenlijk een opdracht. Er komt een tekst in, bent u bereid voor de eeuwigheid? Er is een weg, zeg maar, die eeuwig leven leidt naar de duisternis, in de verloren toestand. Ja. En een leven, zeg maar, naar het hemelse. Ja. Dus voor mij en voor Jan ook, is er maar één oplossing. En dat is Jezus Christus. Want wij fascineerden al vanaf meet af aan, hoe reageert zijn vrouw hierop? Want die kijkt hem, hij vertelt... En de luisteraar ziet, of de kijker ziet dat. En die vrouw kijkt met wantrouwen, maar ook een beetje met bewondering naar zijn woordenstroom. Hè, want ze vindt wel dat hij mooi formuleert en zo. En met wantrouwen en met een lichte gêne kijkt ze naar haar man. We hebben er nooit geen ruzie gehad. Nooit. Ik denk dat de film vooral aan kracht wint als... de camera zich richt op die vrouw. Hoe die naar hem zit te luisteren. Net zoals mijn moeder naar mijn vader keek... als hij dan uit zo'n preek voorlas van... ja, kan ik wel van zo'n man houden die zo doet? Hè? Dat is, komt ook wel in het boek voor. Dus ik was geraakt daardoor. Ja. Door de reacties op elkaar, zeg maar. Want hij was ook bang zijn vrouw kwijt te raken. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Dan had hij zich ook geen raad geweten. Zou God soms evangelisch zijn, zoals mij is geleerd? Als ik niet blij wil dansen, vindt God dat dan verkeerd? Of is God soms gereformeerd, ik ben dan wel bekeerd? Maar besef ik al voldoende, hoe mijn zonde hem bezeert? Of is God stiekem katholiek en hebben wij het mis? Als blijkt dat God het best gedijt, als het eindelijk rustig is. Neemt God alles vrijzinnig met flinke korrels zout? Mag ik mijn godsbeeld schaven tot ik iets prettigs overhoud? Of zou God pinksterachtig zijn, zo vurig in de geest? Ik spreek nog niet in tongen, vindt God dat te bedeesd? Als God niets van dit alles is,
ben ik dan werkelijk vrij om hem te zoeken en te vinden, zoals dat hoort bij mij. Zal God dan omgekooid zijn, vraag ik me wel eens af. Dan schiet me weer te binnen de naam die hij zich gaf. Ik ben. En ik was. Ik zal er zijn. Geen kerk, geen leer krijgt mij ooit klein. Amen. Ja, voor de mensen die niet zo vaak in een kerk komen, als ik amen ergens zeg, bedoel ik eigenlijk een soort onderstreping van, ja, zo geloof ik dat, zo is dat voor mij. Amen zeg ik dan. Niet aan ergeren. Doe het niet zo vaak. Maar geen kerk, geen leer krijgt mij ooit klein. En de reden dat ik amen zeg, is dat ik dat echt geloof. Ik geloof dat God veel groter is, altijd groter is en anders is, dieper, hoger, wijder dan ik hier vandaag kan vertellen. Ik kan vandaag een stukje vertellen, ga ik ook doen, over wat ik geloof, wat ik heb ervaren, wat ik heb geleerd, wat voor mij waarheid steeds meer is geworden. Maar er zullen hier mensen in de zaal zitten die ook geloven op je eigen manier en mij wat kunnen leren, wat ik nog niet weet. God is altijd groter. God is niet te vangen in een leer. Als mensen God, die de schepper is van hemel en aarde, volgens de Bijbel, in een leer proberen te stoppen, dus in een kloppend systeem, waarin er geen vragen meer zijn, maar alles op een gegeven moment vaststaat. Zo is God, zo denkt God over al deze dingen. En als je dat nou maar uit je hoofd leert, en als je maar zo leeft en niet anders, dan ga je naar de hemel of dan doe je het goed volgens God. Dan ben je een goede christen. Als je God daarin probeert te proppen, kom je waarschijnlijk terecht in een benauwend, ja, soort vangnet van religie. En ik ken veel mensen die opgevoed zijn in een soort benauwend regime van wat wel mag, wat niet mag. En ook als er niet gesproken werd over die geboden en verboden, Dan voelde je ze wel misschien aan de blik van je vader. Of aan de stilte die ineens viel in het gesprek met de familie of met andere kerkgangers, wat dan ook. Hè? Er liggen verwachtingen. Wie van jullie heeft het boek gelezen Knielen op een bed violen? Ooit. Toch aardig wat mensen. En het boek Dorsvloer vol confetti, hebben sommigen dat ook gelezen? Ook een aantal. Die twee boeken die deden mij een beetje aan elkaar denken. Knielen op een bed violen is al wat langer geleden geschreven. Maar een beetje hetzelfde principe komt naar voren, namelijk een gezin waarin een van beide ouders, of soms allebei de ouders, tot geloof komen in een bepaalde manier van christen zijn, kerk zijn. En dat vervolgens, dat brengt heel veel verandering in een gezin. En soms ook zelfs scheiding en druk. Ikzelf heb dat ook meegemaakt. Eigenlijk van de andere kant als Jan Siebelink in zijn boek beschrijft. Ik heb meegemaakt, ik groeide op in een niet-gelovig gezin. Tenminste, mijn broertje zit in de zaal, die denkt, nou niet gelovig. We gingen wel eens naar de kerk, hè, met Pasen, met kerst, met de basisschool. En mijn ouders zongen in een gospelkoor. Dus er was wel iets met geloof. Alleen we gingen niet in de Bijbel lezen of zo. Of bidden, of er echt werk van maken. Dus het was een soort, wij werden randkerkelijk genoemd. Ja? Dus af en toe probeerden ze ons binnen te vissen als gezin. Maar dat is nooit echt gelukt. En op een gegeven moment, toen ik 20 was, tijdens mijn studie aan de theaterschool in Zwolle, toen ben ik zelf eigenlijk vrij plotseling tot bekering gekomen. En bij mij was dat gekomen door een ervaring die mij zo diep heeft geraakt, dat ik er gewoon niet meer omheen kon, dat er een God is. En dat als ik bid tot Jezus, dat die God van zichzelf laat horen, merken in mijn leven. Dat was mij zo'n grote ervaring dat alles veranderde. Alles veranderde. En ik weet dat ik daar thuis over vertelde in het begin. En dat iedereen daar toch ook al een beetje aan moest wennen. René?
kwam ik ineens thuis met, ja, ik wil graag bidden voor de maaltijd. Huh? We wachten wel even. Het mocht wel, maar het was al een beetje vreemd. En die vis die ik om mijn nek had hangen was wel wat raar. En al die christelijke armbandjes en kruisjes overal. En mijn hele leven was ineens heel anders. Ik had andere vrienden. Ik ging anders praten. En bij alles wat ik zag, koppelde ik God daaraan. Ken je dat soort gelovigen? Die bij elk onderwerp wel een bruggetje weten te vinden naar geloof of naar God? Of niet? Fijne mensen, hè? Ja, misschien geloof je helemaal niet in God en vind je dat heel irritante mensen die telkens weer, wat je ook zegt, een bruggetje weten te vinden naar, ja, want God zei al, dan denk je, oh, daar gaan we weer. Ik weet dat mijn vader op een gegeven moment een beetje zat was, dat we het over God de hele tijd hadden in het begin. Hij zei, nou, nu even niet hoor, nu gaan we tv kijken. Het ging de televisie aan en het was een of andere natuurdocumentaire met de onderwaterwereld, met die visjes, weet je wel, en de kleuren en de koralen. En ik zit naast hem. Ik zeg, mooi hè, mooi hè, wonderlijk hè, wonderlijk. Nou, mijn vader kreeg alweer de nekharen overeind. Daar ging ik weer. En dat was in het begin zeer irritant voor mijn omgeving, denk ik. Ik ben nu 12 jaar verder en ik geloof nog steeds met heel mijn hart in God. Maar ik geloof ook dat ik in het begin voor mijn niet-gelovige of andersgelovige of zoekende vrienden een beetje een dwangmatig figuur aan het worden was. Die dwangmatig ook in het geloof op de agenda wilde zetten. En eigenlijk, ook, ik was zelf min of meer gekwetst als anderen niet in God geloofden. Ken je dat soort mensen? Dus als iemand anders een grapje maakte op een verjaardag, die ik dan niet door de beugel vond kunnen gaan, weet je wel. Ik dacht, maar dat kan je eigenlijk niet doen als grapje, dat mag je niet zeggen, of dat gaat over God, of dat is spotten. Kreeg ik een zuur gezicht en was ik gekwetst omdat een ander iets zei over God dat mij niet beviel. En de hele sfeer was dan een paar momenten verzuurd. En ik was dan vaak degene die daarvoor gezorgd had. Zo ging het in het begin. En daardoor kregen heel wat mensen in mijn omgeving ook een soort van zorg over mij. Van welke kant gaat het op met die Martin? Hij was vroeger zo vrij. En hij was vroeger zo overal voor in. En voor een feestje en optreden in het café. En nu, andere vrienden, ander taalgebruik. Gaat hij vroeger naar bed op zaterdag, want hij wil zondag op tijd en fit in de kerk zitten. Om het woord goed te kunnen begrijpen. Welke kant gaat het op met die jongen? Angst. En ik ben niet de enige die dat soort angst over zichzelf heeft horen uitspreken. Ja? Misschien zijn anderen wel bezorgd over jouw geloof. Of misschien ben jij wel bezorgd over het geloof van jouw vader of je partner of je collega. Die jou nu weer meegenomen heeft hier naartoe onder lichte dwang. Ja, je denkt, nou ja, ik ga maar een keer mee. Maar eigenlijk maak ik me wel wat zorgen, want gaat hij niet een beetje te ver? Blijven ze wel met hun benen op de grond staan? Wordt het geen godsdienst waanzinnige? Het liedje wat ik net zong, dat liedje Zou God soms evangelisch zijn, heb ik met een vriend, Henk Doest, samengeschreven in een café. Een jaar of 3 geleden. Daar ontstaan ook leuke liedjes. Ik zat daar en we hadden een gesprek over dit, van zou God niet veel groter zijn dan wij beseffen? Zou niet veel lekkerder zijn om te zeggen, ik ken God niet. Want als ik dat zeg, ik ken God niet, gaat er weer een deur open naar opnieuw zoeken. En dat lijkt me zo interessant om meer te ontdekken van God. In plaats van, ik ben gearriveerd, dit zijn mijn regels, dit zijn mijn do's en mijn don'ts en dit is het. En wij begonnen te schrijven daarover en we vroegen aan de barjuffrouw een pen en een paar bierviltjes. En zo hebben wij de tekst opgeschreven. Het was een uurtje of 1 s'nachts, of 1:30... komt die barvrouw naar ons toe en die zegt, dan ben je aan het schrijven. Nou, zullen we het voorlezen? Is goed, dus wij hebben die tekst als gedichtje toen aan haar voor het eerst voorgedragen. En ze zei, oh, zijn jullie gelovig? Ja, oh nou, dan heb ik liever ergens anders over. Wat dan? Haar zusje was onlangs tot bekering gekomen. En ze vond het zo eng. Ik heb een quote die ik je wil laten lezen. Staat bovenaan. Ik vind die kerkmensen zo eng. Ik raak mijn zusje aan hen kwijt. Dat is wat ze letterlijk zei. Ik begrijp haar niet meer. En dat is een heel eng gevoel. Als je iemand denkt te kennen. En je houdt van iemand. En iemand gaat dan ineens zo'n andere kant op. En die rare dingen zeggen die je niet kan volgen. En misschien nog helemaal niet wil volgen. Ik raak mijn zusje aan hem kwijt. Zei die barvrouw letterlijk. Ik vind God prima, zei ze. Ik vind de kerk
alleen zo eng en zo agressief. Het tweede, dat zei iemand tegen mij. Martin, ik begrijp je niet meer. Je hebt zo'n ander leven dan ik. En je denkt zo anders dan vroeger. En dat was eng. Want je denkt iemand te kennen en je denkt close te zijn. En ineens is alles anders en alles wat je dacht, zo staat diegene in het leven, is dan heel anders. En ik weet niet of je zelf gelovige vrienden of familie hebt, maar het is best heftig als dat gebeurt in je nabije omgeving. Er wordt veel over gepraat. Met zorgen. Tegenwoordig heeft de EO een heel mooi programma op tv, vind ik. De verandering in een nieuwe stijl. Vroeger ging iemand zijn geloofsverhaal vertellen, maar nu komt vooral de omgeving aan het woord met, wat vind jij er nou van? En dan hoor je vaak woorden als, beetje eng, als het maar een beetje normaal blijft. Vroeger waren ze nooit zo. Dat zijn de meest gehoorde opmerkingen dan. En de onderste, dat kregen mijn ouders te horen. We komen uit een klein dorpje, Espol, vlakbij Emmeloord. Een soort boerendorpje. En er waren mensen naar mijn ouders gekomen in de supermarkt, bij de buurtsuper. Ja, hé Ineke, even hoor. We horen zulke rare dingen over Martin. Ja, zit hij bij een sekte of zo? En ik was een keer in het dorp, als laatste voorbeeld, was ik in slaap gevallen op een grasveldje in het bos. Ik lag daar lekker relaxed in de vakantie of zo. En ik was per ongeluk in slaap gevallen op het veldje. Dan had iemand van de dorpskinderen mij daar zien liggen. En weet je wat het verhaal was door het dorp ging? Martin lag in een soort gekruisigde houding op het grasveld te bidden. Nou, toen kreeg mijn moeder helemaal veel aanspraak. Want dat was een beetje eng. Dat was bij ons in het dorp niet. Het was, oh jongens, zo'n evangelisch en oh, eng, sekte. We kennen hem niet meer. Ik wil één ding tegen je zeggen. Als jij gelovige mensen af en toe een beetje eng vindt en niet kunt volgen, en daarom dus een beetje onvoorspelbaar en een beetje engig, nou, dat klopt. Ik geloof ook dat iedereen die echt oprecht christen is, ook op dat moment tegelijkertijd een beetje wereldvreemd wordt, in zekere zin. En daar wil ik je wat tekst over laten zien. Drie korte uitspraken uit de Bijbel. En ik denk dat meneer Siebelink die vroeger vaak gehoord heeft in zijn jeugd of gelezen. Ik ga ze voorlezen, want misschien dat meer mensen dit of herkennen of verhelderend vinden. Daar komt-ie. Drie Bijbelteksten. De eerste. In 1 Johannes 3, een brief in de Bijbel, staat dit over gelovige mensen. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. En dan komt het. Dat de wereld ons niet kent, komt er dat de wereld hem niet kent. Er wordt meteen een term ingegooid, de wereld. En die komt heel vaak voor in de Bijbel. En zeker in het Nieuwe Testament en in die brieven. En dat is ook wat onze ogen misschien wat zwaardere kerken ook best wel vaak in etalage wordt gezet. Je hebt de wereld. Dat is eigenlijk de hele maatschappij buiten de christelijke context, zeg maar. Je hele omgeving, alles buiten ons vertrouwde christelijke wereldje, als je gelovig zou zijn. En die wereld erkent Christus niet. Ja? Die wereld vindt Jezus misschien een goede leraar of wat dan ook, of een goede man, een voorbeeld, maar niet de Zoon van God, de weg naar de hemel, de weg naar God de Vader. Dat is dan de wereld. En wij zijn kinderen van God, maar we worden niet zo herkend omdat de wereld hem niet kent. Volgende tekst die vaak wordt aangehaald is deze. Hebreeën 11, vers 13 en 14, een andere brief in de Bijbel. En dat gaat dan over voorbeelden in het geloof. Daar schrijft de Hebreeënbriefschrijver over. En dan zegt hij dit over die voorbeelden in geloof. Deze mensen zeiden van zichzelf dat zij op de aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Met andere woorden, je staat toch een beetje op afstand. Je bent een gast met een vreemdeling. Je gaat niet helemaal op in het gebeuren hier op aarde. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Met andere woorden, tot nu toe lijkt mijn boodschap vandaag te bevestigen wat sommigen van jullie al dachten. Ze zijn een beetje wereldvreemd en ze scheiden zich af van de maatschappij. En ze doen dan een beetje vanuit een soort verlicht reservaat, hebben ze een soort wantrouwen naar de maatschappij die niet in het licht is. Ja? En er zit ook gelijk een stukje oordeel in. Wij in het licht en jullie in het duister. Wij naar de hemel en zij allemaal
naar de hel. En dat is iets waar heel veel mensen allergie voor hebben. Dat is een beetje sectarisch. Jezelf afsnijden van al het andere. En dan gewoon achter de grote leider aan. Hopelijk de hemel tegemoet. De laatste tekst. Johannes 17, vers 16. Hier komt Jezus zelf aan het woord. Sommigen van jullie vinden hem een inspirerende goeroe misschien. Sommigen denken niks over hem. En anderen zeggen het is mijn hoogste autoriteit. Het is de Zoon van God. Het is mijn Heer. Hij zegt letterlijk in zijn gebed dit. Ze, zijn volgelingen, horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Zo. En zo had ik echt de hele ochtend kunnen vullen. Ga ik niet doen. Deze diensten duren meestal een uurtje en een kwartier of zo. Maar ik had makkelijk een uur en een kwartier alleen maar kunnen vullen met dit soort quotes herhalen. En ik denk dat sommige mensen ook misschien vroeger wel zo opgevoed zijn. Hè? Als je een beetje van de Bijbelbelt komt of uit een wat strenger gelovig milieu, dan hoor je heel vaak teksten als, misschien dat meneer Siebelink, ik ga hem niet naar voren halen, hij is de gast, maar de zin af zou kunnen maken. Gij geheel anders. Ja. Gij zijt heilig. Want Christus is heilig. Dat zijn van die teksten die een soort afstand scheppen tussen jou en de ander. Dus het is wel degelijk zo dat die mensen die ervaren, sinds jij gelooft, lijkt het wel alsof er een afstand is ontstaan tussen ons. Het is wel degelijk zo dat daar bepaalde Bijbelse grond voor is. En dat mensen ook in de kerk soms aangemoedigd worden om anders te zijn. En om niet mee te gaan in alles wat je om je heen ziet gebeuren. Het is wel degelijk zo dat christenen over de meeste dingen een andere mening hebben dan wat je normaal gesproken bij Paul en Witteman hoort. Het is zo, dat ga ik ook niet ontkennen. Dat is echt zo. Dus als iemand zegt, ik ben voortaan een christen, want er is iets gebeurd in mijn leven waardoor ik overtuigd ben geraakt dat er niets mooiers is dan God beter leren kennen. Niet God kennen, we leren hem steeds beter kennen. Ja? Je bent er nooit, niet hier. Het is leuk, altijd blijven schatgraven. Er is niets mooiers dan dat. Dat betekent ook voor die mensen dat ze afscheid nemen van een aantal denkbeelden die vroeger heel gewoon waren. En dan ontstaat er een kloof en die is pijnlijk. En ik heb in die ervaring van die kloof in mijn leven tussen mij en mijn niet-christen vrienden, of soms zelfs christenen die naar een andere kerk gingen, ja, wat dan niet mijn kerk was. In het begin was ik veel stelliger dan ik nu ben in sommige regeltjes. Ik heb gelukkig mogen leren dat God groter is dan mijn regeltjes. Maar ik heb in die kloof vaak verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb namelijk mijn rug soms toegekeerd naar de mensen aan de andere kant van die kloof in mijn beleving. En ik dacht, ze begrijpen mij niet. Ik wil niet meer bij hun zijn. Ik voel me niet meer thuis. En zo op die manier heb ik afscheid genomen. Soms letterlijk, gewoon dat we het echt benoemd hadden. En soms bloedde de vriendschap gewoon dood zonder dat je het hoefde te zeggen. Dat vond ik dan makkelijker, want ik ben niet zo'n confrontatieman. Maar het is net zo erg eigenlijk, dat relaties kapot gingen. Omdat ik geloofde. En daar heb ik spijt van gekregen later. Van een heel aantal van dat soort verbroken relaties. En ik ben ook heel dankbaar dat een heel aantal van die relaties gelukkig weer hersteld zijn. Toen ik leerde dat ik niet kan verwachten van mensen om te begrijpen wat er in mij omgaat. En ik heb ook losgelaten mijn agendapunt. Ik wil dat jij mij begrijpt. Of ik wil het altijd over God hebben. Ik heb een ander agendapunt nu. Wat ik belangrijker vind. En dat is dit. Ik wil heel graag een relatie met mensen. Of het nou gelovige mensen zijn, of andersgelovige mensen, of mensen die helemaal niet geloven in God, of wat dan ook. Ik wil graag een relatie hebben met mensen. En het goed hebben samen. En mijn belangrijkste relatie is mijn persoonlijke relatie met God. Waarin God mij keer op keer verrast, en ik nieuwe dingen leer, en ik verfrist word en ik hopelijk ten goede verander daardoor. En dat neem ik weer mee in al mijn vriendschappen en relaties. En soms hebben we het over God. En soms zegt een ander, nou nu even niet. En dan hebben we het over iets anders.
over voetbal. En dan zeg ik niet, prachtig hè, dat mensen kunnen sporten. Wie heeft dat bedacht? Nee, dat doe ik dan niet. Dan hebben we het gewoon over andere dingen. Dat heb ik geleerd. Er zijn meer onderwerpen waar je het over kunt hebben met mensen. Ja, en misschien zou jij het heerlijk vinden als jouw echtgenoot ophoudt met preken tegen je. Dat je gewoon zelf mag zoeken. Misschien zou jij het heerlijk vinden als je ouders eens stoppen met elke keer weer zo'n kaartje met een tekst. Niet dat het niet goed is hoor, om anderen te willen bereiken met de liefde van God. Ik denk dat Jezus dat ook deed. Alleen je hebt vast ontdekt dat dwang en een soort gekwetstheid als een ander het even niet wil, dat dat niet werkt. Het zet alleen maar je relaties op spanning. En als die relatie weg is, dan is eigenlijk alles weg. Wat je zo graag had gewild. Misschien dat mensen door jou heen iets bijzonders, misschien wel iets van God, zouden kunnen herkennen en zelf een stap konden zetten. Hé, vertel eens. Dat doe je toch anders dan ik dat doe. En dat spreekt me wel aan. Vrijheid. Ik wil nog wel even terug naar de Bijbel. Want hoe ging Jezus nou om met de kloof? Want ik heb net 3 Bijbelteksten genoemd. En die veeg ik niet onder het tapijt. Die staan echt in de Bijbel. En ik geloof dat de Bijbel het boek is waar God doorheen spreekt. Wat God heeft geïnspireerd. Wat God gebruikt. Wat moet ik dan met die teksten? Gewoon niet lezen. Gewoon maar overslaan. Dat ze dan maar ook niet dwars zitten in mijn nieuwe theorie. Nee. Ik mag naar Jezus kijken. Hoe ging hij dan om? Met dat verschil tussen hemzelf en de maatschappij. Want als er iemand is die aanliep tegen, hé, ik kom uit de hemel en zij allemaal niet. Ik heb een andere mindset dan alle mensen die ik op aarde tegenkom. Dan is dat Jezus zelf wel toch. En hoe ging hij dat dan mee om? Stond hij op afstand en bleef hij op afstand van mensen? Nee. Jezus was met name iemand. Als hij ruzie had op aarde, had hij ruzie met de religieuzen. Waarom? Omdat hij het voor mensen vaak moeilijk maakte om tot God te komen, omdat er 20 regels tussen stonden. En veroordeling en afkeuring en een diepe zucht als iemand binnenkwam, mag jij maar achteraan zitten? Of heb ik het gehoord? Enzovoort. Dat je het wel voelt. Helemaal welkom ben ik hier ook weer niet. En Jezus, als hij ruzie had op aarde, dan was dat met mensen, meestal, die geroepen waren om God te vertegenwoordigen, of zichzelf op die manier hadden neergezet. Op elke straathoek stonden te bidden, bij wijze van spreken. Zie ons eens gelovig zijn. Maar het voor mensen moeilijk maakte om die God van genade, liefde, vergeving, eeuwig leven, daadwerkelijk te naderen. Omdat er zoveel regels tussen stonden die niemand kon halen. En dus altijd een ellendige, miserige zondaar bleef. En uiteindelijk me helemaal liever wegbleef. Want wie zit nou te wachten op veroordeling elke dag? Ik niet. Jezus had daarmee aan de stok. En Jezus doorbrak hun regeltjes. In de Bijbel staat een verhaal dat Jezus op zondag korenaren ging plukken. Hij ging gewoon voor het eten zorgen. Op zondag kreeg ze dan de stok. Oh, dat mag niet. Dus op zondag. Hij zegt, nou, luister eens. De rustdag is er voor de mensen en niet andersom. Hè? Zeg ik het goed? Ja, hè? Ja. Ja, 12 jaar christen. En dan mag je soms nog eens een quoteje verkeerd zeggen. Maar liever niet op deze plek. Of het voorbeeld dat Jezus iemand ging genezen. Iemand die misschien helemaal niet zo gelovig was. Op de rustdag. De Sabbat. Dat was de religieuze zijde. Het is de rustdag. Gij zult niet. Ik denk dat in sommige kerken mag je geen ijsje eten, niet zwemmen, geen plezier maken. Is het gewoon de ernstige dag. We overdenken het woord en onze zondige staat. En we overdenken, nou ja, dat het maar een kleine kans is dat het ooit goed komt. We keren ons in onszelf. We denken dat we zullen sterven. Oh, oh. Was toen ook al zo. Op de rustdag mocht je heel veel dingen niet. En het werd allemaal regels eromheen. Dan geneest Jezus iemand op zondag. En wat zeggen de religieuzen? Verblind door hun regels en met een hart op slot voor genade en liefde waarschijnlijk in veel gevallen. Dat mag niet. Want het is zondag of de Sabbat. Het mag niet op de Sabbat. Jezus doet het wel. Ik wil je ook een stukje laten lezen uit de Bijbel over hoe Jezus omging met de kloof. En dit inspireert mij geweldig. Kijk. Jezus was bij Levi thuis. Nou, Levi was iemand die stond niet goed bekend. Schimmige reputatie, een tollenaar, iemand die mensen geld aftroggelde, oneerlijk, niet populair. Hij was bij hem thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars. Nou,
Ze had een mooi groepje bij elkaar. Mensen die niet naar de tempel gingen, ook niet mochten. Mensen die door de nek werden aangekeken door de religieuzen van hun tijd, die het voor elkaar dachten te hebben. En Jezus ging naar ze toe. En hij stond niet aan de voordeur met een traktaat. Alsjeblieft, lezen, bekeren en naar de tempel komen. Misschien komt het goed. Nee, hij ging naar ze toe. En wat deelde hij met hen? Niet een traktaat, niet een kaartje, niet een donderpreek. Hij deelde zichzelf met die mensen. Hij kwam zelf binnen met zijn volgelingen. De hele club moest mee. Waarschijnlijk vonden de discipelen het wel wat lastig. Wat gaan we doen, Jezus? Ja, we gaan eten met Levi en zijn vrienden. Met wie? Weet je wel, met die gasten. Maar die zijn anti-geloof, ik veel, zijn onheilig. Mogen we niet naar binnen gaan, joh? U probeert een carrière op te bouwen als rabbi. U maakt zichzelf bekend als de zoon van God. Maar dit wordt niet begrepen door de achterban. Jezus zegt, we gaan naar binnen. En ze gaan naar binnen. En wat doen ze? Ze gaan samen eten. Maar dat was een sociaal gebeuren. Je ging aanliggen aan de tafel. En je deelt met elkaar. Het was sociaal. Jezus was sociaal. Hij deelde zichzelf met mensen die heel ver afstonden van de principes waar Jezus wel voor stond. Hè? Jezus liet zijn principes niet bij de deur liggen. Die nam die mee. Die waren in hem. Hij was zijn principes. Een man uit één stuk. Maar die man ging wel naar binnen en had contact met mensen die andere principes hadden. En het leuke is, we lezen verder, want vele van hen volgden hem. Zie je het staan? Dus veel van die mensen die door de religie van hun tijd en door het geloof en de regels afgekeurd werden, die vonden het prettig om bij Jezus te zijn. Ik heb een man gesproken, en dit is een waar gebeurd verhaal. Als hij naar zijn ouders moest, zo voelde hij dat, ik moet weer even naar mijn ouders. Dan kreeg hij vlekken in zijn nek en begon hij onderweg in de auto al te hyperventileren. Weet je waarom? Altijd dat toontje en altijd geloof, geloof, geloof. En als er een keer wat ergs gebeurde, waar het dan nog net goed vanaf kwam, zeiden zijn ouders, ja, hoe vaak moet de Heer je nog genade tonen voordat je altijd over geloof, altijd. En altijd afkeuring, omdat hij niet geloofde. Ja. Maar hier was het anders. Vele van hen volgden hem. Toen de Farizeeën en schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, ook typisch mensen, niet tegen hemzelf, maar een beetje roddelen achter zijn rug tegen zijn leerlingen. Eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Misschien vind je het wel weer een beetje irritant dat je en ziek en zondaar genoemd wordt. Nou, het gaat prima met mij, ik voel me niet ziek en zo zondig ben ik ook weer niet. Maar je moet je voorstellen, Jezus is de Zoon van God. Dat kan je geloven of niet. Jezus zelf geloofde het in ieder geval wel. En ik geloof het ook. En als je als Zoon van God naar mensen kijkt, ja, dan is er een kloof, dan is er een afstand, toch? Denk even met me mee. Als hij de Zoon van God is, als hij echt uit de hemel kwam, dan mag hij toch met recht zeggen dat er een soort afstand is tussen hem en ons. Of niet? Ik ben tenminste niet hemels. Nee, vraag maar, als je mijn vrouw vraagt, is Martin hemels? Zegt ze soms. Maar niet zo vaak. Jezus is altijd de hemelse man. Hij kwam uit de hemel. Nog een laatste stukje en dan heb ik genoeg met jullie gelezen. Gooi hem er maar in de volgende tekst. Deze. Dit is wat Jezus zijn missie noemde. Hier sluit ik het mee af. Als aan Jezus vroeg, wat kom je nou doen op aarde? Hoe ga je om met de kloof? Wat is nou jouw roeping? Dan zei hij dit. Dan haalt hij Jesaja aan uit het Oude Testament. En dan zegt hij, de Heer, de geest van de Heer, dus de kracht van God, Gods aanwezigheid, die rust op mij, die is in mij aanwezig. Want hij heeft mij gezalfd. Dus dat betekent geschikt gemaakt. Hij heeft mij die taak gegeven. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Wat voor nieuws kwam Jezus brengen? Goed nieuws! Als Jezus ergens kwam, dan was dat voor de mensen, ook de mensen die ver van hem af stonden, was dat goed nieuws. En niet, oh, daar heb je hem. Gaat hij weer zo zuur kijken. Jezus was goed nieuws. Hij bracht goed nieuws.
heeft aan mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Wat een zinnen, hè? Maar je moet het zo zien. Dit was Jezus' mission statement, zoals zeggen ze dat in het bedrijfsleven. Zijn missie. Zijn activiteiten, zijn preken, zijn handelen, kan je hiernaast leggen. En hier past het allemaal in. Goed nieuws brengen, vrijlating bekendmaken. En wat kan religie een gevangenis zijn? Lees het boek van meneer Siemeling nog maar eens. En wat kan het een scheiding brengen? Een gevangenis zijn, een beperking zijn. Als je constant naar die kleine lettertjes kijkt, maar je kent de liefde en de relatie met God zelf nog niet. Oh, wat een gevangenis. Ik moet er niet aan denken, weet je dat? Ik moet er niet aan denken. Ik zou het al helemaal niet willen vertegenwoordigen. Ik geloof. En dit zijn we voor gelovige mensen. Eén opmerking. Als jij daadwerkelijk een christen bent, weet je wat dat inhoudt? Dat iemand die groter is dan jij kunt bevatten, in jou wil wonen. En in jou liefde, vrijheid, vreugde, nou, genade, meeleven, wil zijn voor andere mensen. Ik ben het niet van nature. Ik ben geneigd om gekwetst te zijn. Ik heb er genoeg voorbeelden gegeven, meer dan genoeg zelfs. Jezus is anders. En echt geloof, is dan ook nep geloof? Nou ja, religie is voor mij niet waar het om draait. Echt geloof is relatie. Relatie met God, die ons meer op hem laat lijken. En daarna relatie met mensen vanuit die relatie. Dat stroomt door. Ja? En als je merkt, oeh, het stagneert aan allemaal relaties. We gaan het er nou volgende week er ook over hebben. Over relaties hebben. Gewoon tussen mensen. Als je merkt, oeh, dat gaat moeilijk. Nou, daar kan de relatie met God ook bij helpen. Denk, als deze goed zit, echt goed zit, dan gaat dit fijner worden. En tuurlijk is het jammer als jij gelovig bent en een ander niet. En tuurlijk geeft dat onbegrip. En tuurlijk vind je het jammer, zeker als je van iemand houdt, dat je zo'n verschillende werelden kunt leven. Dat herken ik ook. Maar ik geloof nog steeds dat het mogelijk is om goede, liefdevolle, vreugdevolle relaties te hebben. Juist door Jezus, die in jouw leven misschien wel centraal staat. Als je hier zit als zoeker, en daar gaat het om in de basis. We gaan met name deze diensten organiseren voor mensen die nog niet zo geloven of op zoek zijn of wat dan ook. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden hoe het geloof ook beleefd kan worden. Wat Jezus gezegd heeft, hoe hij zelf in het leven stond. En ik hoop dat het geloof in hem iets aantrekkelijker heeft gemaakt misschien voor je. Of dat je er iets minder bang voor bent. Of iets minder je hak in het zand drukt als je alleen maar het woord kerk of geloof of Bijbel in de verte hoort. Ik wil heel graag kort voor jullie bidden. Je mag meebidden, het hoeft allemaal niet. En ik hoop, wie de schoen past, trek hem aan, dat je wat mee kan. Ja? Zullen we bidden? Vader in de hemel, wat een woordenstroom. Neem me altijd voor om rustig te praten, maar Heere, in die woordenstroom zijn misschien wel zinnen voorbij gekomen die binnenkwamen bij ons. Wilt u die woorden gebruiken om onze volgende stap in ons leven te laten zetten? En ik wil ook vragen aan u, de Heilige Geest, om helder te maken wat we zo lang vaag vonden. Ik wil ook echt bidden dat mensen die opgevoed zijn met religie en dat als benauwend en beklemmend hebben ervaren, die misschien zo de sfeer van knielen op een bed violen herkennen. O Heer, ik wil u echt bidden, vragen, wilt u ons een andere manier van leven met God inleiden? Wilt u ons een nieuwsgierig hart geven, dat niet zal rusten tot het de vreugde kent van leven met God, leven met Jezus? Ik wil u danken dat u leeft en dat uw koninkrijk niet een koninkrijk van woorden is, maar van kracht. In Jezus' naam. Amen.